Op zaterdag 12 september 2015 sloot Kids for Animals Hellevoetsluis zijn deuren. Na vele jaren actief te zijn geweest in de opvang van gedumpte huisdieren, moeten ze er noodgedwongen mee stoppen. Uiteraard ging de laatste dag niet geheel zonder emotie. Barry, voor de laatste keer hier bij het Kids for Animals huis. Hoe voelt dat vandaag? Niet leuk, want ik zit er nu 2 jaar op en dat was wel heel erg leuk. En dan om dit ineens te horen is niet zo'n leuk gevoel. Want hoe vaak kwam jij hier? 1 woensdag in de maand. En wat werd hier dan gedaan? Wat sta jij het meeste bij wat je hier gedaan hebt? We gingen knutselen, filmpjes kijken, dieren eten geven en snoepjes eten. En ja, dat was allemaal heel leuk. Hoe vind je het nu voor Ineke en Ronald dat ze ermee moeten stoppen? Nou, ik vind het niet zo leuk, want mij lijkt het zelf om hun te zijn niet zo leuk. Want hun hebben al heel lang dit. En dan om ineens te horen van de dierenbescherming dat je moet stoppen, lijkt niet zo leuk. Nee, voor hun is het niet leuk. Maar hoe sta jij er tegenover dat ze door het toedoen van de dierenbescherming, die voor dieren is, dat dit nu moet stoppen? Ik vind het niet leuk en ook ineens heel raar, want we kregen ineens een brief dat ze moesten stoppen en dat is heel raar ineens. Zie je er tegenop om straks Ineke en Ronald de hand te schudden, afscheid te nemen van ze en uiteraard ook de dieren en dit huis? Ja, ik zit heel erg tegenop, ja. Nou, succes en sterkte, Barry. Ja, dankjewel. Zien jullie dit een beetje als jullie levenswerk? Ja. 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 Het is 24 uur per dag, 365 jaar van een jaar. En dan denk ik van, dan kan je wel zeggen dat het je levenswerk is. We zijn nooit op vakantie geweest, we zijn altijd voor de dieren klaargestaan. En de dieren die hier zitten zijn ook allemaal gedumpte dieren. Ze hebben allemaal afstand van, geen zin meer in en gevonden en... Ja, en die dieren die verzorgden wij. Met de kinderen was dat natuurlijk erg leuk om te doen. En schoolklassen ontvingen we hier. Heel veel schoolklassen hebben we hier gehad. Naschoolse opvang hebben we hier gehad. We hebben hier demente bejaarden hadden we hier. Die knuffelden met de katten. Want we hebben ook nog op kantoor 7 katten. En dat was natuurlijk een prachtig project om voor die bejaarden te doen. En die knapten helemaal op als ze hier op kantoor met een kopje koffie de katten mochten knuffelen. Allemaal in 1 kap over. Ja, ik vind het jammer dat ze weggaan, want ik vond het hier heel erg leuk. Want hoe lang kwam je hier al? Ongeveer 4 jaar. 4 jaar alweer? Dus je hebt al 4 jaartjes de geschiedenis van het huis meegemaakt? Ja. En nu het droevige nieuws dat ze gaan sluiten, vandaag voor de laatste keer. Wat ga je zo al missen vandaag, na vandaag? Nou, vooral alle leuke dingen wat we gedaan hebben en de dieren die hier waren, want die waren zo schattig en knuffelbaar. Dus jullie waren niet alleen voor de kinderen, het educatieve, maar ook uiteindelijk ook voor de bejaarden, om die een prettige middag, om noem maar op, te bezorgen. Dit gebouw is dus echt helemaal ingericht en vanaf eigenlijk het begin als een zeer multifunctioneel gebouw. Dus niet alleen maar om een woensdagmiddag voor de clubmiddagen, want dan zou het eigenlijk een beetje zonde zijn, maar gewoon een heel uitgebreid. Want het was eigenlijk elke dag was dit gebouw in gebruik. Ja, dus er valt een heleboel valt er weg voor de mensen in Hellevoetsluis. Zo, straks gaat de deur op slot. Je zei zelf al, Ineke, het zijn de meeste gedumpte dieren. Worden de dieren dan automatisch weer gedumpt? Nee, die gaan allemaal met ons mee. Die gaan allemaal met ons mee. We gaan het hele huis aanpassen en we nemen alles mee. We gaan natuurlijk niet de dieren die wij hier liefdevol hebben verzorgd in de afgelopen jaren nu weer terugsturen naar een asiel. Prakkezeer er niet over. Is er dan een kleine mogelijkheid dat jullie dit toch enigszins voortzetten dan bij jullie thuis? Nee, absoluut niet. Niet dit clubverband, dat kan gewoon echt niet. Nee. Dat kan je ook niet in een woonhuis. Wat we dus wel gaan doen is een weblog opzetten. En die zal waarschijnlijk
de komende week wel helemaal online gaan. En dat wordt dan heel toepasselijk www.hetgezelligeplekje.nl. En daarop gaan we dus bijhouden hoe het verder met de dieren gaat die we hier vandaan meenemen. Even naar Kids for Animals huis. Dat zal toch. Jawel, we gaan even lekker. We hebben abonnement op de Efteling. We hebben abonnement op Blijdorp. We hebben een museumjaarkaart. Dus wij vermaken ons wel. Ik heb een heerlijke kleinzoon zitten in Arnhem. Die hebben we ook nog niet zo vaak gezien. Dus die gaan we nu wat vaker zien, denk ik. Dus vaker een ritje Arnhem. En dat is er ook wel heel erg leuk. Dus jullie leven stoort niet in? Nee hoor, daar zorgen we wel voor. Wij zijn doeners en geen stilzitters, dus niet achter de geraniums. Oké, succes en sterkte. Dankjewel.